Nou, mijn naam is Ellie Blijendaal. Ik ben sinds 1 juni hier de nieuwe uitbater van Rivers in Alkmaar. Ik ben hiermee begonnen als 50-plusser. Ik heb altijd in loondienst gezeten en dit kwam op mijn pad. En gelukkig kreeg ik de medewerking en het vertrouwen van iemand waardoor ik dit kon doen. En ja, het is enorm leuk. Het is een hele nieuwe uitdaging. De oude generatie die kan heel veel kennis overbrengen op de jonge generatie. We kunnen alle twee kunnen we niet buiten zijn, jong en oud. En dat werkt gewoon heel fijn samen. Dat merk ik zeker in de horeca. Je moet aansluiten, je moet erbij zijn, want het gaat er niet om of je nu mensen kwijt moet. Maar het gaat erom hoe we de komende 5 jaar, hè, dan gaan we 4, 5 jaar daarmee omgaan. Want in 2020 is 44% 50 jaar of ouder. En ik geloof wel in samenwerken om mobiliteit te vergroten. En dat is eigenlijk waar het huis van het werk staat. Het verbinden van bedrijven met het idee om die arbeidsmarktmobiliteit te vergroten. Ik ben bij alle drie de bijeenkomsten geweest. De bijeenkomst voor de 50+. En ik ben daar heel erg enthousiast over. Wij hebben als UWV mee kunnen werken, hopelijk aan een andere beeldvorming van de 50-plus werkzoekende. Dat dat geen oud iemand is die heel veel geld kost en die niet flexibel is en niet veel ziek is. En ik denk dat als ik de ondernemers om me heen hoor dat we daarin geslaagd waren, als die beelden er al waren hoor. Want wat ik erg verrassend vind, is dat een hoop ondernemers wel openstaan voor 50-plussers en ook nou ja, aangeven dat ze recent ook 50-plussers hebben aangenomen. Maar we hebben nog steeds heel veel werkzoekenden die 50-plus zijn. Dus we kunnen nog meer ondernemers gebruiken. Ik denk dat het een hele goede, ja, zinvolle middag is geweest. Waarin iedereen toch wel even zijn zegje heeft kunnen doen. En dat toch weer een beetje een bijdrage levert tot iets wat de stad en de regio weer verder gaat helpen. Wat de laatste bijeenkomst, voor zover we nu weten, van 50+, het bewustwordingproces van het feit dat werkgevers moeten kijken naar mensen die ouder zijn dan 45 jaar. Daar gaan we in de toekomst gewoon een probleem mee krijgen als we daar niet bewust mee omgaan. Want nogmaals, het gaat er niet om dat we allemaal 50-plussers aannemen. Het gaat erom dat we kijken naar de juiste persoon op de juiste plek. En ik vind als ondernemer en als werkgever dat we allemaal er een beetje gelukkig van moeten worden als we iemand extra blij maken. Daar ging het om.